allemaal. Wij gaan naar het grafisch atelier hier in Hilversum. En wij gaan een kijkje nemen op hun werkplaats. Medium bij om ervoor te zorgen dat we er goed mee kunnen drukken. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu inkt aan het klaarmaken, zeg maar, aan het mengen met een beetje medium dat we er goed mee kunnen drukken. En ik ga een afdrukje maken, een test voor een project wat ik volgende week heb. En ja, voor dat project moet ik wat ontwerpen. En dat ga ik hier doen, op de proefdrukpers. Die staat hier achter mij, daar ga ik zo meteen werken. En ik heb een beetje inkt nodig. En ik heb een drukvorm nodig. Dus even kijken, die heb ik al gemaakt. Dit is een drukvorm, maar misschien herken je het wel. Wat is het? Lego. Lego. Muzieknoten, ja. Want we hebben een muziekfestival en we gaan iets doen met muziek. Maar ik ga hier een afdrukje van maken. Dus ik ga het voorzichtig zo inrollen. Goed verdelen de inkt. Niet te dik. Zo. Nou, dit wil ik afdrukken en daar heb ik die pers voor nodig. Dus dat ga ik in de pers leggen. Zo. Spullen klaarleggen. Ik had al een klein ontwerpje gemaakt. Er komt nog wat bij. Netjes neerleggen. Papier ligt erop. Nou ga ik hem afdrukken. Je hoort ook echt dat hij eroverheen gaat. Hè? Zo. Dan gaan we eens kijken of het gelukt is. Ja, is mooi. Ziet er leuk uit. Hier twee keer hetzelfde. Akkoordenschema. Tekst zetten, dat is echt een oud ambacht, dat is een oud vak. Ik zal zo even laten zien. Hier heb ik zo'n ouderwets zetsel en met lode letters. Het is allemaal lode letters in spiegelbeeld. En die zijn bij elkaar geknipt in een zetraam. Dit is het zetraam. En dit is een speciale klem, loodwit. Dat zijn allemaal spullen die hier in die drukkerij, op deze hoogte en in die lades, er zitten allemaal letters in. Ook heel snel lettertypes kiezen, toch, in de computer? Ja. Nou, als je hier goed kijkt, zie je dat hier bijvoorbeeld Garamond, dat is de naam van een letter. Die heet dan ook nog Romein, cursief. En die hebben we ook nog vet. Maar hier zie je Oud-Hollands, Nobel. Dat zijn allemaal namen van lettertypes. Dit bijvoorbeeld is een bakje met de kleine letter A. Moet je eens kijken hoe klein dat is. Er zit een soort staafje en aan de bovenkant zit het spiegelbeeldig lettertje A. Dus als je een tekst wil zetten met veel A's erin, moet je ze hier uitpakken. Nog eentje verder. Ja, valt het eruit. Kijk, hier zit de hoofdletter A. Kun je hem zien? Dus je moet je voorstellen, als jij een tekstje moet maken, dan kan je alle letters van deze grootte kan je eruit halen. Maar als je een mooie titel wil hebben in hetzelfde lettertype, maar dan iets groter, dan pak je die. Zie je dat ze al dikker zijn? Hetzelfde lettertype, maar dan iets groter. En zo gaat dat door de hele werkplaats heen. Nou, lood is natuurlijk zwaar. Dus als je letter steeds een beetje groter wordt, zou je letter ook steeds zwaarder worden. Dus vanaf een bepaalde maat, noemen we 72 punts of 8 cicero, wordt het van hout. Bijvoorbeeld, als we heel grote letters willen hebben, dat je dan zoiets krijgt. Dit noemen we biljetletters om posters mee te maken. Even snel een testje maken. Netjes neerleggen. En dan ga ik de afdruk maken. Terug.
En dan kan je zien dat er een tekst staat. Uiteindelijk bleek het om een kunstenaar te gaan. Ik weet niet wat het is. Iemand heeft een tekstje geschreven. Nou, hij is netjes, hè? De letters zijn niet beschadigd, dus het is goed. Dus stel je nou voor dat je hier 500 afdrukken van wil hebben. Dan ga je naar een andere plek in de drukkerij. Dan ga je naar de trapdegel bijvoorbeeld. Nou, stel je nou voor dat ik daar een heleboel van wil gaan maken. Dan doe ik dat op de trapdegelpers. Hier kan inkt op. En hier kan je je velpapier op klemmen. Mooi beweegt het, hè? Daar smeren we inkt op. De rollers gaan er overheen. En die drukken inkt op die letters. Nou, en als ik nou ga drukken stapel, dan zorg ik dat mijn papier hier tussen komt. Wordt die gedrukt. Volgende daartussen wordt die gedrukt. Zo kan je de hele stapel er doorheen werken. Ja, dat afstellen en dat doen, dat is echt best wel veel werk. Dus daarom doe ik het nu niet. Hè. Ik doe even droog. Dat is echt de oude ambacht. Ook een keer naar de grens of ja, altijd doei! Doei.